In het CER-energieakkoord zijn er afspraken gemaakt tussen 47 partijen. Dat varieert van het kabinet tot en met Greenpeace en van VNO-NCW tot en met alle Nederlandse gemeenten. Met als doelstelling, Nederland moet de achterstand op het terrein van duurzame energie inlopen. En we moeten veel meer doen met elkaar aan energiebesparing. Duurzame energie en energiebesparing levert ook nieuwe activiteiten op, dus nieuwe banen. Er moeten 15.000 nieuwe banen komen. En we moeten ook bij elkaar een industrie ontwikkelen in ons land in de dingen waarin we goed zijn op het terrein van duurzame energie. Dus met andere woorden, we willen omhoog op die top 10 van Europese landen als het gaat om de clean tech industrie. De kracht van de stroomversnelling koopwoningen is op de eerste plaats dat er allerlei partijen die normaal gesproken niet zo met elkaar samenwerken, dat die nu rond één tafel zitten en dat ze met elkaar een prachtig concept hebben gemaakt. De tweede plaats is dat dat concept kan ook geïndustrialiseerd, dus op grote schaal, straks worden toegepast. Maar het allermooiste is natuurlijk dat je eigenaren van een woning blij kunt maken. Je geeft hem een comfortabele woning, je geeft hem nul op de meter voor dezelfde lasten. En het concept kan straks massaal in Nederland worden uitgerold. We hebben in Nederland zo'n 2 miljoen woningen die ook op deze manier aangepakt zouden kunnen worden. Als we dat doen, dan hebben we straks een land met blije mensen, met schitterende woningen. En we zetten hele forse stappen op het noodzakelijke doel naar de energiebesparing. Ja, natuurlijk kan de bouw in Nederland dit, maar de bouw moet dan wel samenwerken. En in dit project laat de bouw zien dat als je samenwerkt, dat je dan kunt komen tot prachtige oplossingen. Ik heb heel veel vertrouwen in de inventiviteit van de Nederlandse bouwbedrijven. Maar ze moeten nu ook aan de slag. Ze kunnen dat niet alleen, ze moeten dat doen met iedereen die een rol speelt in zo'n concept. En ja, de praktijk toont dus ook aan dat het kan. En niet alleen hier, ook op een aantal andere plaatsen in het land. Dus het heeft alles in zich om uitgerold te worden over het hele land. En daarmee tot een groot succes te worden. Het succes van de energiebesparing in ons land. Dat betekent, als je de mensen massaal wilt verleiden tot deze woning, dan moet je de mensen laten zien wat er mogelijk is. Een van de dingen die wij ook zeggen in het kader van het energieakkoord is, de bouwwereld moet de bewoner weten te verleiden. Hij moet laten zien wat er mogelijk is, hij moet uitleggen hoe dat in zijn wijk gaat en hij moet vooral ook duidelijk maken dat dat binnen een paar dagen geregeld kan zijn. Dat die bouwer en die installateur, maar ook die coöperatie, of de gemeente, als het gaat om eigen woningbezit, als hij op zoek gaat naar die mensen en ze uitlegt, dit is mogelijk, dan denk ik dat die burger denkt van ja, ik ben wel gek als ik het niet doe. En dat effect zouden we in Nederland moeten hebben, dat iedereen jaloers kijkt naar zijn buurman en die zegt ja, maar ik wil het ook en ik wil het nu. Ja, ik zou op de eerste plaats alle ondertekenaars eigenlijk een heel groot compliment willen maken voor dit schitterende project wat ik vanmiddag heb mogen bekijken. Het is een voorbeeld voor andere delen in het land waar ze nog niet zo ver zijn. En ik zou aan u willen vragen, draagt u uit wat hier is gerealiseerd? Vertel het op iedere hoek van de straat. Vertel het op de marktpleinen. U laat zien dat het kan. U laat zien dat er meer comfort is voor de bewoner. Hij krijgt een nul op de meter. En eigenlijk moet het zo zijn dat iedereen die kennis neemt van dit project, dat hij denkt, ja, liever vandaag dan morgen.